dat je kijkt naar Suzanne Creatief Divers. Deze keer ga ik je laten zien hoe ik deze kerstkaart met de tekst Have a Sweet Christmas maakte. Maar voordat ik daarmee begin, doe alvast een duimpje omhoog voor deze video en abonneer je op dit kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe video's. Veel kijkplezier! Voor deze kerstkaart ging ik aan de slag met een witte kaart. Hier ga ik de tekst Have a Sweet Christmas en een candy cane van knopen opmaken. De knoopjes komen uit een zakje van de Action. Maar voordat de knoopjes op de kaart komen, ga ik eerst de tekst op de kaart maken. Hiervoor vouw de kaart open en maak ik deze met schilderstape op het papier vast. Vervolgens pak ik de lightpad erbij om de tekst te kunnen overtekenen. Dan maak ik de lightpad aan en doe ik de lamp even uit, zodat het op camera ook een beetje te zien is. Vervolgens pak ik er een potlood bij en ga ik over de tekst heen. Eén plakketje moet ik even een beetje anders doen, want deze zit over de tekst heen. Wanneer ik zo alle tekst overgetrokken heb, komt de lightpad weer uit en doe ik de lamp weer aan. Vervolgens kan het schilderstip dan weer van de kaart af. En staat de omlijning van de tekst Have a Sweet Christmas al op de kaart. Met een zwarte permanent stift ga ik deze tekst inkleuren. Wanneer de tekst Have a Sweet Christmas er zo helemaal op staat, kan ik aan de slag gaan met de knoopjes. Voordat ik de candy cane erop ga plakken, leg ik de knoopjes eerst goed op de kaart. En in plaats van een candy cane, kun je met knoopjes zo ook andere leuke figuurtjes op de kaart maken. Als ik de knoopjes vervolgens allemaal goed vind liggen, kan ik deze gaan vastplakken. Hiervoor gebruik ik tacky glue. Alleen de grote verpakking vond ik niet zo handig, dus heb ik het in een klein flesje gedaan. En dat was nog niet zo gemakkelijk, dus als je hier tips voor hebt, laat het dan zeker even in een reactie weten. En vervolgens kan ik dan aan de slag met de knoopjes er één voor één op te plakken. Bij een eerdere kerstkaart, met de tekst Oh Dear It's Christmas, gebruikte ik een knoopje om de neus van het rendier mee te maken. Als je de video van die kerstkaart ook wilt zien, de link daarvan staat in de beschrijving. Wanneer de knopen zo allemaal opgeplakt zijn en ik deze nog een klein beetje goed schuif, is de candy cane klaar. Wanneer ik dat goed heb laten drogen, is de kerstkaart met Have a Sweet Christmas klaar. Bedankt voor het kijken, doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vindt en vergeet je niet te abonneren om op de hoogte te blijven van nieuwe video's. Tot de volgende keer!